Dan het tweede stuk gaan we een orchidee inpakken. Dat is altijd iets heel moeilijk voor beginnende winkelmeisjes, heb ik de indruk. Het is ook zo hoog, het is een hele broze bloem, vrij breekbaar. Dus we moeten er ook heel voorzichtig mee zijn om het in te pakken. Donc un emballage relativement délicat pour cette orchidée. We plaatsen de orchidee op de folie en we gaan eigenlijk een gewoon pak maken om te starten. Donc pour cet emballage, on démarre d'un emballage simple. Dan maken we het van onder. Ja. Dus de orchidee krijgt een stevig kader van folie rond zijn bloemen. Donc l'emballage ici, vous formez un cadre relativement solide avec l'emballage. Le fait de plier et donner de l'épaisseur, il y a une certaine rigidité qui se crée. We nemen een kleur die heel mooi bij de bloemen past. La couleur en we knippen die door midden. Voilà, la couleur assortie à l'orchidée. Et on coupe dans le sens de la longueur. En welke lengte heb je dan genomen? Dat is niet echt bepaald. Niet bepaald. Het moeten dus twee gelijke stukken worden. Ja. Ja. Ik ga straks bijknippen. Dus we gaan er een rug aan maken. Zo. Formez un ruban. Langs achter. En dan gaan we dat langs voor ook doen. Donc de l'arrière vers l'avant et vice versa. Aan de twee zijkanten. En dan gaan we er plooikjes in nieten. Wordt zo een rokje. Een rokje. Ook een petite jupe. Eigenlijk is het verpakken een beetje zoals in bloemschikken. Je moet je ideeën uit andere... Het andere werelden gaan halen eigenlijk. Dus iemand die snit en naad gevolgd heeft, die gaat heel veel... ja, papier is ook soepel, het plooit ook, het is makkelijk handelbaar. Donc, comme en fleuristerie, dus daar kun je allemaal ideeën on va chercher ces idées aussi dans d'autres domaines, comme par exemple ici l'emballage. Mais les idées viennent d'un cours de coupe-couture, par exemple, de faire des plis... des pinces. Bijvoorbeeld de vorm van de folie kunnen we ruimtelijk gaan denken. Dus hier maak ik gewoon een blok van. We kunnen er ook een driehoek van maken. Ja, je kunt daar heel veel mee spelen. Donc ici on est parti sur la base d'un carré, mais pourquoi pas enfin plutôt un on pourrait très bien imaginer un triangle donc on peut faire à partir de cet emballage des déclinaisons innombrables au fur et à mesure et au gré de son imagination. Het vraagt ook wel een beetje tijd, maar de klanten kijken er ook wel graag naar in de winkel. Ja, dat is.
Donc un emballage demande un peu de temps, mais c'est très ludique aussi pour le client. Le client prend vraiment le temps aussi de vous regarder travailler, de vous regarder emballer. Donc le ruban ici, plaisir d'offrir, on peut l'agrafer soit tout au-dessus ou bien en diagonale. Zo. Voilà. Et voilà. De vrouwelijke orchidée. L'orchidée féminine en tout cas. Alors, on peut applaudir pour cette chouette idée aussi.